Na 66 minuten haalt Van den Brom Armenteros naar de kant en brengt hij Frank Aschampong. Kukanovic wordt niet aangevallen, kan dus rustig voorzetten. De bal is lang onderweg. Dus kan Proto kijken. Aschampong. Och, wat een tackle van Sendroos. Balvoordeel gegeven. Aschampong. Gaat hij helemaal aan de overkant. Jawel. Frank Aschampong. Met zijn eerste goal in de Belgische eerste klasse. En wat voor een. Armenteros. De man die hij mocht vervangen. Krijgt de eerste felicitaties. En de glimlach op het gelaat bij Van den Brom nu. En terecht geel voor Sendroos. Daar mag hij nog blij mee zijn. Je denkt, dit haalt hij nooit. Net op tijd. En dan nog springen ook. En toen was hij gelanceerd. Schitterende assist is het van Silvio Proto. Een doodschop van Sendroos. En dan kan hij kiezen. Maar dan denkt hij, ik ga gewoon zelf. Mooie schijnbewegingen. En dan prachtig buiten bereik van Boeks. In het verste zijnetje net naast de paal. 4-0. Licht start voor de tweede keer met Milivojevic in de basis. Frank Aschampong begint op linksbuiten. En nummer 9, Matty Suárez, speelt op de nummer 9 positie. Aschampong met druk op Belosin. Met de snelheid komt hij er langs. En snelheid is een wapen. Zeker in een wedstrijd waar tempoversnellingen zo goed als ontbreken. Frank Aschampong. Nog aan de trui getrokken ook. Maar toch kwam hij los en kon hij schieten. Save van Kozemans. Aan de andere kant Aschampong. En 0-2. Proto is al zo goed als bij de middenlijn. Want hij zorgde voor de assist. De kleine Aschampong in de armen van Syriac. Hij scoort 2 weken op rij. En de goals lijken toch min of meer op elkaar. Maar hij maakt het wel schitterend af. Met dat linkerbeen in het kleine gat. Een kleine wedstrijd was het met niet veel glans. Maar wel gewonnen door Anderlecht met een zware 0-3 hier op de Vreedhielen.